Goedemorgen allemaal. Welkom op onze webinar over online leren. De webinar wordt georganiseerd door 3 organisaties. Klassement, Tolnet en D-Learning uit Nederland. Tolnet staat voor Technologie Ondersteund Levenslang Leren, voor de mensen die het niet kennen. En misschien dat we ook heel eventjes de mensen die de vragen beantwoorden en ikzelf de video kunnen opzetten, dat jullie ook ons als persoon kennen. Dus hallo allemaal, ik ben Katrien en ga jullie gedurende de volgende uurtje de presentatie verzorgen en mijn collega's... Ja, mijn video niet starten, Katrien, ik denk dat je dat hebt... Oké. Dan heb ik ergens een foutje. Ja, oké. Geen probleem. Ja, voilà. Dus de collega's die aanwezig zijn om vragen te beantwoorden zijn Davy, ja, je net hoorde, Jan van het team ICT op Klassement, Tina, allemaal. Ja, Tina voor talen, komt straks ook nog een uitgebreid aanbod. En Inge Donkervoort van D-Learning uit Nederland. We hebben gezien dat er ook een aantal Nederlandse collega's aansluiten, dus heel fijn. Zij gaan jullie vragen beantwoorden gedurende dit uurtje die jullie via de Q&A insturen. Online leren. Deze tijden is het een heel hip begrip geworden. En je hoort ik was de term online leren, afstandsleren, door elkaar. En eigenlijk wordt afstandsleren al een 12-tal jaar aangeboden in het volwassenenonderwijs en meestal in de vorm van gecombineerd onderwijs. Dus in Vlaanderen kennen wij die naam, gecombineerd onderwijs, waarmee dat we bedoelen een mix van contact, klassikaal, en een mix van afstandsonderwijs. Noodgedwongen is het zowel in Vlaanderen als in Nederland op dit moment overgang naar echt het volledige afstandsonderwijs. De scholen zijn toe. En vandaar dat wij ook zeggen van ja, afstandsonderwijs, voor ons dat toch nog net iets stapje meer dan online leren, omdat online leren ICT inzetten is om vaardigheden te oefenen. Op dit moment in Vlaanderen is het vooral online leren dat toegepast wordt, omdat we in het lager en het secundair onderwijs vanuit de overheid enkel mogen herhalen. We mogen geen nieuwe leerstof aanbieden. Dus vandaar zeggen wij, het is online leren. Van het moment dat er misschien beslist wordt van, kijk, het gaat toch na de paasvakantie nog niet opnieuw kunnen openen. En we gaan toch nieuwe leerstof mogen aanbieden. Dan gaan we over naar echt afstandsonderwijs. Het voordeel van afstandsonderwijs is... eigenlijk van afstands- en online leren, is dat je leerlingen plaats en tijd onafhankelijk kunt laten werken. Maar wel een goede tip, zet daar een deadline op, want anders komt dat daar zeker niet van. Ik wil jullie ook meenemen naar een website daaromtrent. Ik hoop dat jullie het scherm ondertussen zien. De website IWT ALO is een project geweest, een onderzoeksproject nog, geweest. Jouw PowerPoint nog altijd, Katrien. Oké, momentje. Ik dacht dat het inderdaad nu zal beter zijn. Dus website IWT ALO is een onderzoekproject geweest dat gelopen heeft binnen het volwassenenonderwijs, maar zeker ook je kan een vertaalslag hebben naar het secundair onderwijs en het lager onderwijs. De linken en de PowerPoint komen jullie richting uit vandaag, dus dan kan je er ook zelf mee aan de slag gaan. Van het moment dat je op de website komt en je kiest voor login, want je moet wel inloggen om ermee aan de slag te gaan, kan je een login aanmaken of je kan inloggen met Google. Ik ga heel eventjes inloggen met mijn Google-account. Met deze. Had ik vooraf eigenlijk beter gedaan. En dan merk je dat daar een aantal blokken zijn. Bovenaan de menu, online leren, blended leren, dat is weer een nieuwe term, blended leren. Men bedoelt daar eigenlijk ook mee het gecombineerde, het afstand en het klassikalen. Dus weet dat dat voor op dit moment niet aan de orde is. Hoe dat je kan begeleiden en ondersteunen, hoe dat je jezelf kan professionaliseren, hoe dat je zelf als leerkracht tegenover het online onderwijs staat en de kwaliteit van onderwijs, van het online onderwijs. Als je dan bijvoorbeeld klikt op het begeleiden, dan ga je hier zien hoe ga je om met zelfregulering, een klasstoel, om te kijken van ja, doe ik dat nu wel goed?
Hoe ga je om met die sociale interactie? In heel veel vragen, en daar gaan we straks ook op terugkomen, zijn van ja, hoe kan ik in contact komen met mijn leerlingen, met mijn studenten? Hoe gaan we dat even allemaal kunnen geregeld krijgen? Want het is toch niet zo eenvoudig om bijvoorbeeld met lagere school, kinderen uit lager onderwijs die contacten nu te maken en te hebben dat de scholen gesloten zijn. Hier kan je bijvoorbeeld ook 4 aandachtspunten vinden om het online leren te bevorderen. Hoe dat je flexibiliteit bepaalt, hoe dat je het leerproces ondersteunt, hoe dat je een klimaat maakt dat leerlingen zich daar veilig in voelen in die omgeving. Want ja, het is voor hen ook zeker aanpassen dat alles online gebeurt. Als je online materialen gaat maken, vind je hier ook 7 bouwstenen terug waaraan het moet voldoen. Dus authenticiteit, gebruik van materialen die komen uit de leefwereld van je doelgroep, gepersonaliseerd onderwijs, aangepast aan de noden van elke leerling, cursus gestuurd en zo verder. Ik ga daar nu niet te veel op ingaan. Je kan dat hier allemaal terugvinden, waar je kan op letten. Er is een zeer uitgebreide website over. Het onderzoek is gevoerd door de universiteiten KU Leuven, UGent, VUB. Ik denk een 2-tal jaar geleden dat het afgerond is en het was een 4-jarig onderzoek. En we zijn over de 300 deelnemers, Katrien. Fijn. Naast het didactische, het pedagogische, waar we zeker nog wat terugkomen vandaag, is het ook zo dat je heel veel tools gaat hebben. Ik heb hier een foto ingestopt van Jane Hart. Jane Hart is een Engelse onderzoekster die elk jaar een vragenlijst lanceert, enerzijds naar bedrijven, bedrijfswereld, naar uw werkwereld, naar onderwijs toe, naar uw persoonlijk leven toe. Welke tools gebruikt op die verschillende vlakken? En in 2018 heeft ze dat heel mooi samengevat in een woordenwolk. In 2019 heeft ze dat niet gedaan, dus vandaar dat ik de foto van 2018 gebruik. En dan zie je dat daar heel veel tools komen. In het middelste cirkeltje staan er een aantal tools opgesomd die het de top 10 eigenlijk vormen. Momenteel zijn jullie de webinar aan het volgen via Zoom. Dus Zoom zat toen al in de top 10 van tools in onderwijs. En misschien dat je ook wel hier en daar logootjes ziet van tools waar je zegt, ah, die ken ik of die ken ik helemaal niet. We gaan er zo dadelijk wel een aantal bekijken. Maar je merkt dat er een overvloed is aan tools. Op dit moment doet Jane Hart hetzelfde voor 2020. Dus je kan op dit moment ook aangeven aan haar lijst van ja, ik werk met die tools en maakt zij tegen het einde van 2020, september, oktober, ergens al een nieuwe samenvatting van hoe is de stand van zaken nu in onderwijs. Dus het gaat over wereldwijd onderwijs. Het gaat niet specifiek over het Engelse onderwijs. De vragenlijst staat open voor iedereen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen op dit moment zoiets hebben van oh, ik zie de bomen door het bos echt niet meer. Er zijn zoveel tools. Waar moet ik ermee beginnen? Hoe begin ik daaraan? Ons advies is om klein te beginnen. Niet alles te willen gaan doen in deze periode, omdat het nu net scholen dicht zijn en alles in een stroomversnelling komt te zitten. Dat je toch wel daar ook je tijd moet voor nemen. Een andere is ook dat je moet kijken als je tools kiest waar je mee aan de slag wil gaan. Op dit moment is er een heel groot aanbod van gratis tools. Er is ook een heel groot aanbod van tools die normaal gezien betalend zijn, maar nu omwille van het corona-verhaal, dat bedrijven zeggen van we gaan dat gratis geven dit schooljaar of deze maand of dergelijke meer. We hebben dat ook allemaal opgeleist en je gaat er straks ook toegang tot krijgen. Maar ook let daarop of weet achterliggend van ja, als ik daar nu iets mee ga maken en ik wil dat volgend schooljaar ook nog gaan gebruiken, en want dat is toch de bedoeling als je materiaal maakt om online te gaan geven aan leerlingen of studenten, dat je het ook volgend jaar nog kan hergebruiken. Weet dan dat je misschien op dat moment wel een licentie moet kopen. Ja. Dus dat is ook iets dat we willen meegeven van weet u dat bewust, als je kiest voor iets dat nu tijdelijk gratis is, dat het misschien volgend jaar een betaallicentie zal worden als je het materiaal dat je nu maakt nog wil gebruiken. Kijk dus ook eerst eventjes naar de prijzen op dat vlak.
Een ander belangrijk iets is, als je een tool kiest, mag je die zomaar gaan gebruiken. Sinds een tweetal jaar zitten wij in de privacywetgeving of de GDPR-wetgeving en kan er niet altijd elke tool zomaar gebruikt worden. Irene van der Spoel van Today's Teaching Tools heeft daar een heel mooi overzichtje van gemaakt. En je ziet, is er een account noodzakelijk? Als dat noodzakelijk is voor leerlingen, dus ik praat nu even aan de kant van leerlingen of studenten, als het noodzakelijk is dat zij een account moeten aanmaken bij de tool, ja, dan moet er eigenlijk een overeenkomst zijn tussen de school en de tool. Dan moet het opgenomen zijn in een verwerkingsovereenkomst. Wat gebeurt, dat de school ook weet van wat gebeurt er met die gegevens die dat de studenten ingeven. Is dat niet, dat er dan ook een overeenkomst moet zijn als ze min 18 jaar zijn met de ouders, dat zij toestemming geven dat dat mag gebruikt worden. In Nederland is dat 16, bij ons is dat 18. Indien dat ze zelf meerderjarig zijn, dus boven de 18, dan moeten de cursisten, want dan is het meestal cursisten, moeten zij zelf ook die tool willen gebruiken. Ja. Jij als leerkracht, als jij zegt van ja, ik moet een account aanmaken en ik weet dat ik dat moet doen en ik geef daar mijn mailadres in, ik ben daarmee akkoord, maar mijn leerlingen hoeven dat niet te doen, die kunnen gewoon mijn materiaal gebruiken, ja, dan beslis je dat zelf. Hè. Dan moet je dit helemaal niet gaan in rekening brengen. Maar we willen er toch wel attent op maken dat je niet eender welke tool zomaar kan gebruiken wegens privacy redenen. Ja. Dat is ook de reden waarom dat er bijvoorbeeld hier in Zoom jullie niet zien wie er nog allemaal aanwezig is. Hè. We hebben er juist gezegd, we hebben de cap van 300 bereikt. We zijn op dit moment met 316 deelnemers. Maar jullie kunnen niet terugvinden wie dat is, ook omwille van privacyreden. We hebben heel wat vragen binnengekregen, waarvoor dank. En een van de vragen was, hoe kan ik best een pre-teaching les live van ongeveer een kwartier geven die leerlingen kunnen volgen? En is er een programma voor wat ik... dat ook veel leerlingen kan toelaten, want ons vijfde leerjaar telt maar liefst 96 leerlingen. Uiteraard bestaat er zoiets. Hè? Ik ga de vraag heel even meepakken, houden jullie ze ook mee vast? Want wij kunnen, of jullie kunnen, webinars gaan organiseren, zoals wij nu doen. Ja. Wij hebben gekozen om dat te doen met Zoom.us, dat is een betaaltool. Je kan het ook gratis gebruiken, 40 minuten. Als een soort online meeting tool. Maar dan heb je bijvoorbeeld niet de Q&A die wij nu gebruiken. Die zit er niet in de gratis versie. En die zit ook niet in de betaalversie van de vergadering. Die zit enkel in de webinarversie daarvan. Dat is toch wel een belangrijk onderscheid. Op dit moment heeft Zoom ook beslist om die 40 minuten dat slotje weg te halen. Dus je kan het onbeperkt gebruiken, de gratis versie. Maar enkel dus zonder Q&A, zonder enquêtepoll erin. Die dat wij wel hebben. Smart School heeft de voorbije twee weken ook beslist om Smart School Live te lanceren. Dat is ook een webinar tool die ingebouwd zit in Smart School. Dus als je Smart School hebt, kan je daar al mee aan de slag gaan. Heb je in de school een Google Suite for Education, dan kan je Google Meet gebruiken. Je hebt Microsoft Teams, als je Office 365 gebruikt, Skype. Wearaway is ook een gratis platform waarbij dat je live sessies kan organiseren. Je merkt dat daaronder een koppeling ligt naar handleidingen. We hebben van elk van die tools handleidingen of stappenplannen waarmee dat je aan de slag kan gaan. Nu, om de vraag eventjes terug mee te nemen. 96 leerlingen in één ruimte. We zitten hier nu met 320 bijna samen. En 5 pennenleden, dus neem maar kleine 330 mensen. We hebben ook in het begin al afspraken gemaakt. Want we hebben gezegd, jullie zijn gemute, jullie kunnen geen audio op dit moment. Als wij vinden dat jullie aan het woord moeten komen, geven wij wel audio. Jullie hebben geen video. We hebben gevraagd op voorhand om de Q&A te gebruiken, minder dan de chat, omdat de Q&A makkelijker opvolgbaar is voor ons. Dat zijn een aantal afspraken. Dus ik denk, als je met leerlingen, en je hebt zo'n grote groepen van 96 leerlingen, dat dat kan lukken. Maar dat je zeker interactiviteit moet toevoegen, daar kom ik zo dadelijk ook op terug. Want als je gewoon laat luisteren, is de kans heel groot dat mensen het niet gaan doen. Ja, dat ze ook zelfs in een kwartiertje niet gaan volhouden. Dus je zal hen moeten betrekken bij het leerproces. Maar er zijn zeker mogelijkheden om zoiets op te zetten.
We gaan er uiteraard zo dadelijk nog verder op in. Een andere vraag is, hoe weet ik dat ik niet te snel ga? In de klas kunnen mensen dit niet begrijpen of extra uitleg nodig hebben, hand opsteken. Online is dat moeilijker. Officieel nu is het enkel alleen dat je herhalingslessen mag aanbieden. Misschien dat dat verandert, dat weten wij ook niet. Maar indien je kiest voor dat inzetten van een webinar, in elke webinar tool is een functionaliteit van chat ingebouwd. Dus dat kun je daar ook. Wij hebben hier de tool waar dat je ook een handje kan opsteken. Niet elke tool heeft dat, maar er zijn variabelen, er zijn mogelijkheden om dat toch wel aan te pakken en op die manier toch wel een interactief iets van te maken. Nog enkele andere tips is ja, die duidelijke afspraken. Wie praat er niet, wie zet zijn microfoon aan, wie niet, de camera aan of uit. Bij ons is dat enkel de host die dat kan eventueel in beeld komen. Chat gebruiken, gebruik van schermdelen. Kan je ook, als je met meerdere mensen presenteert, kan je ook afspraken maken dat je bijvoorbeeld zegt van ik deel mijn scherm en de andere persoon die volgt, of we doen het met twee. En wij zijn hier nu, ik presenteer en we zitten met vier mensen die de Q&A in de gaten houden en jullie antwoorden. Dus ik denk dat dat ook nodig is als je met grote groepen gaat live gaan, dat je het niet alleen gaat doen. Hè? Want je moet en de presentatie doen en je moet de knoppen bedienen. En als je dan ook nog vragen moet beantwoorden, is dat soms zeer moeilijk en tijdrovend om uw aandacht op alle schermpjes te houden. Ja? Wat wij ook doen, en zeker ook een tip is als je de mogelijkheid, en in de meeste programma's is dat zo, neem uw sessie op. Zijn leerlingen er niet bij op het moment, kunnen ze het herbekijken. Maar het is ook zo, onze ervaring is dat mensen het veel sneller terug gaan bekijken. Ja? Van, ah ja, ik heb dat niet begrepen, het staat online, ik ga nog eens terugkijken. En meer die trend gaan volgen tegenover als het in de klas misschien één of twee keer vragen, maar als het online staat, misschien 10 keer gaan bekijken. Ja? Omdat het toch online toegankelijk staat en ze klikken en zitten direct in de opname opnieuw. Dat is ook zeker een tip om mee te nemen. Er staat een linkje bij meer tips. We hebben een tijdje geleden... heeft Toonet samen met D-Learning een webinar georganiseerd. Hoe organiseer ik een webinar? Die kan je ook terug opnieuw gaan herbekijken via het linkje dat jullie richting uitkomt. En daar zitten nog veel meer tips in dan dat we nu meegeven. Een leuk initiatief hier in Vlaanderen is praatbox.be. Linkje zit er ook onder. Je gaat er als leerkracht 1 keer naartoe en je maakt een ruimte aan. Je moet 3 trefwoorden opgeven. Dat is eenmalig en je hebt telkens je eigen ruimte. Je geeft het linkje met de 3 trefwoorden naar je leerlingen of naar de ouders toe. Je spreekt af, we spreken af vanavond om 6 uur. Leerlingen gaan naar praatbox.be, typen het trefwoord in en komen in de ruimte. Het is een eenvoudige manier. Ze hebben geen account nodig, dus je moet er niet aanmelden. Met jouw codewoord eigenlijk komen ze in jouw vaste weblink terecht en je kan met hen gaan videobellen. Er was ook iemand die vroeg van, ja, ik heb geen smartphone, maar ik wil wel gaan videobellen. Ik wil geen WhatsApp gebruiken of ik wil geen Facebook gebruiken. Dan zou dit een alternatief kunnen zijn om toch in contact te komen met leerlingen. We hebben het zelf binnen ons team ook uitgetest. Het is een zeer leuk alternatief. Ik heb het ook al privé uitgetest en het werkt zeer vlot, omdat je net maar 1 woord nodig hebt en je hebt een aparte ruimte. Het is gemaakt... binnen een open source webinar, Jitsi Meet. Ook een alternatief voor Zoom, voor Google Meet, voor onze Microsoft Teams en zo verder. Ik zie wel even zeggen, Katrien, dat het misschien ook een tijdelijk initiatief kan zijn. En tijdens de coronacrisis, want natuurlijk zijn er een aantal mensen die server opgezet hebben. En om langdurig... traject uit te werken, zou ik misschien toch even kijken naar tools zoals Microsoft Teams, Google en dergelijke. Ja, of het is eigenlijk Jitsi Meet waar het op gebaseerd is. Hè. Er is geen beperking kwestie mensen die het gaan gebruiken, want dat is een vraag die ik in de Q&A, hoeveel leerlingen kan je tegelijk praatbox gebruiken? Er is geen beperking. En je moet alleen een trefwoord instellen, Hilde, geen echt wachtwoord, waarbij dat je rechtstreeks in de praatbox komt en kan gaan, aan de slag kan gaan. Um,
kan je Praatbox afsluiten of kunnen leerlingen... Nee, je kan, als ze de link hebben, kunnen ze ook onderling afspreken en jouw Praatbox gebruiken. Dat kan eventueel ook. Ja. Iemand anders vraagt van ik zou graag opgenomen filmpjes, daar komen we zo dadelijk op terug, dus dat gaan we zeker ook bekijken. Webinar is één manier om aan de slag te gaan, maar er zijn heel veel andere manieren om leerlingen te betrekken of cursisten te betrekken. Ja, klopt. Katrien, ik wil ook maar even zeggen, ik heb die vraag al heel vaak gehoord van kan ik die kamer afsluiten? Maar soms hebben leerlingen ook wel eens nood om elkaar gewoon te horen. Hè. Ze zien elkaar vaak ook niet na het school meer of tijdens het school. Dus soms is die kamer ook wel eens handig, dat ze samen ook gewoon kunnen praten met elkaar. Hoeft niet altijd les te zijn, denk ik. Ja. Blijven vragen en de antwoorden Q&A zichtbaar nadat de sessie is afgesloten. We gaan jullie bezorgen. Dus vandaar dat we de Q&A gebruiken, daar hebben we een mooie uitrol van. Dus van alle sessies die al geweest zijn, die nog komen, gaat de Q&A allemaal beschikbaar komen. Dus je gaat die zeker krijgen. Oké, ik ben weer aan het kijken, had er nog andere? Ook wel zeggen, Katrien, in die praatbox, daar hebben ook wel de meeste mensen meer rechten dan in tools zoals wij nu gebruiken, zoals Zoom of Hangouts Meet, waar een leerkracht vaak wel de microfoon of webcam kan uitzetten. En ik denk niet dat dat direct het geval was met Praatbox, hè, om een aantal vragen te beantwoorden. En dat kan wel iets meer chaos geven, denk ik. Dat klopt wel. Ja, dat is wel zo. Iedereen heeft daar evenveel rechten. En dat is als leerkracht soms wel even wennen. Ja, ik zie Praatbox, zoals het woord het ook zegt, om eens te praten met elkaar, om eens contact te leggen. Ik zie het niet direct als een webinar toe. Hè. En dan zou ik eerder naar inderdaad de vorige opgesomde lijstje gaan. En niet zozeer naar Praatbox. Ik zou Praatbox echt zeggen van, we gaan samen en vertel eens hoe je een dag geweest is of wat je deze week gedaan hebt, om die dingen echt om te praten. Ik zou het niet als echte webinar toe, dan zou ik naar de andere alternatieven gaan. Oké. Een andere vraag was van, mijn leerlingen, allemaal 8 jaar, zijn doof en kunnen dus niet vlot lezen en schrijven. Dus ze zoeken een manier om met die leerlingen toch contact te komen. En WhatsApp en Facebook hebben ze nog niet, want ze hebben nog geen eigen gsm. Dus hoe kunnen we dat doen? Onze collega's van Why Not hebben daar een platform voor. Dus als je in die doelgroep zit van leerlingen met een beperking, ga zeker eens kijken op Why Not. Je kan daar zelf een ruimte maken, een admin-mogelijkheid heb je om een eigen gebruikersgroep aan te maken. Je voegt je leerlingen toe. Zij kunnen daar berichtjes sturen naar elkaar. Ze kunnen daar tekst voor gebruiken, maar ze kunnen evengoed pictogrammen gebruiken. Dus zij werken heel visueel. Je kan daar binnen die veilige ruimte voor die mensen een eigen chat organiseren. Oorspronkelijk is het dus voor mensen met een beperking. Maar uiteraard, als je zegt van ik geef les in een lagere school en ik wil het op die manier gaan doen, je zit op een afgesloten ruimte die je zelf creëert en waarmee dan je met je leerlingen in contact kunt komen via tekst, via symbooltjes. Het kan nog niet via video, dus dat is nog niet aan de orde op dit moment. Maar het is ook een gratis platform en de collega's Tony en Nancy staan klaar om jullie te helpen waar nodig. Dus ga zeker daar ook eens kijken voor die doelgroep. Een andere vraag was van, ik ben tewelgesteld in een OV1 type 4, een buitengewoon onderwijs. En ik heb kinderen met heel wat ernstige meervoudige beperkingen. Welke manier kan ik doen? Ik wil opnames maken en die gaan delen met de ouders. Er zijn heel veel tools om uw scherm op te nemen. Ik heb er daar enkele opgesomd, maar dat is zeker niet alles. Je kan bijvoorbeeld contact maken via Google Hangout, Google Meet, als je een Google Suite for Education account hebt. Wat trouwens ook gratis is, als je het niet hebt en je wil aan de slag met Gmail, met Google Meet, met Drive en zo verder. Er is een versnelde procedure om dat nu snel rond te krijgen, dat je voor de school een Google Suite for Education hebt en dat is gratis vanuit Google. Dus, en dat blijft ook gratis, dus niet dat dat nu tijdelijk is. Een ander alternatief is Loom gebruiken, dat is wel tijdelijk gratis. Nog een andere is Screencast-O-Matic. Daar kom ik zo dadelijk ook nog wel eventjes op terug.
of open broadcaster software om video's op te nemen, live te streamen en zo verder. Er zijn een aantal tools die daarvoor in aanmerking komen, maar we pikken er zo dadelijk nog verder op in. Een andere tip van onze collega Nicolas is ook van, ja, ik gebruik het mailadres van de school om met ouders te mailen. Grote bestanden stuur ik naar die doelgroep via een WeTransfer. WeTransfer is een website waar je je documenten oplaadt. Maximum 2 gig is gratis, maar 2 gig is al vrij veel. Hè. Ouders kunnen dan het downloaden. Je hebt op dat moment ook een overzicht wie heeft het gedownload. Dus je weet ook perfect van, ah, die persoon heeft het gedownload. En toevallig hadden de ouders ook allemaal een WhatsApp-groep. Dus de collega heeft dan een verzendlijst gemaakt. Ze hebben wel het nummer van de leerkracht, maar ze hebben niet de nummers van de ouders onderling. In verband met op de privacy is dat toch ook wel ergens iets dat we moeten rekening mee houden. En dan kan er geluidsfragmenten gemaakt worden en doorgestuurd worden naar de volledige groep. Ja, Glenn laat ook weten van de open broadcast software is soms lastig. Ja, inderdaad, hangt van de grafische kaart af of dat goed of niet goed werkt. Ja, staat ook bij, als je verder op het linkje zou klikken. En andere vraag die ook te maken heeft met het opnemen. Er was iemand die zei, van ik maakte een PowerPoint voor mijn leerlingen. Ik nam nadien daar video of een diovoorstelling van. Ik sprak daar mijn uitleg bij in. Maar dat maakt het zeer zwaar. En ja, ze wil graag daar een oplossing voor. Er zijn een aantal mogelijke oplossingen. Ik heb het er juist ook al gezegd. Je kan in PowerPoint zelf inspreken, maar je kan het ook openzetten, je PowerPoint, en met een schermsoftware zoals Screencast-O-Matic, zoals die Open Broadcaster, Screencastify, zijn ook tools waarmee dat je, terwijl dat je PowerPoint eigenlijk presenteert aan jezelf, zoals je het met een beamer zou doen in de klas, maar je spreekt daarbij in, er wordt een filmpje van gemaakt en meestal kan je dan dat linkje rechtstreeks naar de mensen sturen, dat het niet via mail of zo moet, maar gewoon met een linkje. Ofwel kan je downloaden en op een leeromgeving zetten, maar die bestanden zijn meestal kleiner dan dat je het in PowerPoint zelf gaat doen. Ik merk nu dat ik het linkje vergeten ben aan te duiden bij Screencastify, maar ik ga dat zeker toevoegen. Screencastify is een extra stukje software dat je bij in Google Chrome kan installeren, waarmee dat je op heel snelle tijd een opname doet van je scherm. Ja. Je kan er zowel fotootjes mee nemen als effectief ook een opname van maximum 5 minuten. Screencastify, die gratis website. Eentje dat wij zelf veel gebruiken is Screencast-O-Matic. Omdat je kan daar kiezen of dat je bij de meeste tools voor opname van je scherm kan je kiezen of dat je je scherm alleen opneemt of dat je je scherm opneemt in combinatie met de webcam of dat je enkel de webcam gebruikt. Dat zijn drie mogelijkheden. Maar het extra punt waarvoor mijn persoonlijke voorkeur naar Screencast-O-Matic gaat, is als ik een schermopname maak en ik klik bijvoorbeeld, stel dat ik een cursus Word geef en ik moet aan mijn leerlingen uitleggen waar de knop staat, de B van Bold, om vet te zetten. Als ik dan op de B van Bold klik, dan gaat Screencast-O-Matic daar een geel flashpuntje geven van hier is geklikt. Leerlingen zien heel duidelijk van hier is geklikt. Daar zit de muisaanwijzer van de leerkracht. En op die manier is het dikwijls makkelijker om te volgen, om de muizen te volgen, tegenover andere tools die dat niet doen. Met Screencast-O-Matic kan je video's maken tot maximum 15 minuten in de gratis versie. Maar 15 minuten video is zeer lang. Beperk dat tot maximum 7 à 10 minuten. Leerlingen zijn heel snel afgeleid. Ze gaan niet 15 minuten naar een video luisteren of bekijken, want dat gaan ze heel snel saai vinden. Dus onze tip is, maak korte video's, maak er liever eentje meer en heel kort tegenover dat je een hele lange video gaat maken. Voor Screencast-O-Matic heb je zelf als leerkracht geen account nodig, tenzij dat je wil gebruik maken van hun opslagcapaciteit op de website, dan heb je het wel nodig. Maar je kan hem even goed downloaden als een mp4-bestandje en op die manier delen via verschillende kanalen, leeromgeving of wat dan ook, met de leerlingen. Een klein nadeel misschien is dat als je Screencast-O-Matic de gratis versie gebruikt, is dat er links onderaan heel klein Screencast-O-Matic komt staan. Dus dat de kijkers zien van, ah, dit is gemaakt, de reclame van Screencast-O-Matic. Maar het is zeker niet storend. Als wij het gebruiken, gebruiken we het ook met de gratis versie.
We hebben ook linkjes toegevoegd naar andere tools. Dus al die niet aan bod gekomen zijn, daar kan je ook op terugvallen. Glenn laat ook weten van, als je wil livestreamen op YouTube, is ook Stage 10, een website, erg makkelijk. Er zijn heel veel alternatieven om inderdaad direct een scherm op te nemen en te gaan doorsturen naar uw doelgroep. Dominique zegt, volgens Knecht zouden er wat privacyproblemen zijn met Zoom. Het hangt ervan af waar dat je Zoom hebt. Als je Zoom binnen Europa gebruikt, is er geen enkel probleem. Dus het hangt er gewoon vanaf van waar staat de server waar dat Zoom op staat. Dan kan je heel makkelijk te weten komen. Okay. Ook de praktijkvakken. Ik word momenteel overstelpt met wat als de scholen niet opengaan en ik geef een praktijkvak. Hoe gaan we dat oplossen? Ik merk het aan mijn mailbox dat die vraag enorm groot is en dat die ook zeker ook gedeeld wordt door de mensen bij de pedagogische begeleidingsdiensten. Er zijn een beetje afhankelijk van welk praktijkvak dat het is. Ik heb al zien passeren op mijn eigen Facebook van de bakkerschool hier een beetje verder. Dat leerlingen in de thuis bakken en foto's doorsturen. En dat er dan op Facebook wordt gepost door de school van leerling X heeft dat gebakken en kijk, hier is het. Tijdens de online momenten. Dus leerlingen zitten nu stil op die manier. Ik denk dat dat zeker een mooi iets is om mensen op die manier, als het mogelijk is binnen uw praktijkvak uiteraard, zoiets te laten doen en foto's te laten delen met elkaar, receptjes te laten delen met elkaar en zo verder. Maar uiteraard is dat niet voor elk vak mogelijk, om werkstukken te laten maken. Er zijn heel wat video's beschikbaar. Je kan ze ook zelf maken. Je kan heel goede video's maken met behulp van een smartphone, met een tablet. Het hoeft niet met een videocamera te zijn. Het kan uiteraard, maar het hoeft niet. Een mogelijkheid is ook dat je eens gaat kijken op de website vdab.edutube.be. En dat is een website die gemaakt is door de mensen van VDAB. En zij staan ook allemaal op YouTube, de filmpjes die je hier vindt, maar dikwijls is het dan een beetje zoeken en staan ze her en der verspreid. Hier zijn ze per onderdeel mooi gebundeld. Dus stel dat je zegt van, ik geef les in de tuinbouwschool en ik wil toch wel filmpjes hebben over tuinonderhoud, want dan kunnen leerlingen toch al wel eens kijken en dan kan ik daar een opdracht bij maken. Wel, dan kan je hier... Voor ons is het niet belangrijk, trouwens, de rechterkant, er staan allemaal cijfertjes, een beetje een telefoon. Dat is niet voor ons, dat is echt voor de mensen binnen VDAB, die hebben een lijst en die kunnen aan de hand van cijfertjes direct het juiste filmpje. Die hebben wij niet, maar de filmpjes staan wel mooi gerangschikt. Dus als ik zeg van, ik wil voor tuinonderhoud, ik wil voor tuinman, ik wil het hebben over gereedschap, hier staan een aantal filmpjes klaar. Maar op het moment dat ik de filmpjes open doe, ga je zien dat je naar YouTube kan gaan en eens op YouTube ook kan vinden. Je hoeft dan, maar dit is een gemakkelijke manier om de filmpjes voor jezelf te vinden. Hier staan ze netjes gebundeld, wat ze op YouTube op verschillende kanalen ook doen. Maar dan zitten ze de ene keer op VDAB, de andere keer op VDAB YouTube of op nog een ander kanaal. Dus dat is zeker een mooie voor praktijkvakken. En als je dan terug gaat kijken en je zegt van, ja, ik geef les in onderhoud en schoonmaak, ik geef les in strijken en textielverzorging, dan kan je hier ook heel wat... bijvoorbeeld mascaravlekken behandelen, ik neem er nu maar zoiets uit, dan kan je op die manier de video's naar leerlingen bezorgen. En hebben zij toegang tot via YouTube eigenlijk tot het videomateriaal. Maar het is afhankelijk van vak. Dan ook een vraag die regelmatig terugkomt is van, ja, ik heb niet de mogelijkheid om via een leeromgeving te werken. We hebben op school geen Smart School, we hebben op school geen Moodle, geen Canvas, geen Edmodo, we hebben niks. Maar we willen toch eigenlijk via ene link onze leerlingen betrekken en dan leerlingen daar naartoe gaan en het materiaal vinden. Een manier om dat te doen is Padlet. We gaan zo dadelijk ook nog andere manieren zien. En Padlet is een soort prikbord. Stel je voor dat je in je klas een prikbord hebt, dat je daar regelmatig dingen op vastpint.
eigenlijk kan je dat op Padlet digitaal gaan doen. En dat kan bestaan uit teksten, dat kan bestaan uit linkjes naar documenten die je op Google Drive of 365 hebt staan. Dat kunnen foto's zijn, dat kunnen links naar video's zijn, dat kunnen video's zelf zijn. Je kan daar enorm veel op posten. En het wordt door leerlingen ook als leuk ervaren, omdat het echt wordt weergegeven als ze van die gele post-it briefjes. Je kunt ook kleuren kiezen. Je kan er ook een eigen achtergrond aan geven. Je kan ook zeggen van iedereen mag erop posten of iedereen mag reageren op de post dat jij gezet hebt. En reageren kan textueel zijn, maar kan evengoed met een foto zijn of met een link. Of met ook een handje of een duimpje, dat vind ik leuk, zitten daar ook in. Dus op die manier kan je toch wel een beetje communicatie op gang brengen. Tine merkt op Padlet is wel niet meer gratis. Nee, dat klopt. Je kan ook 3 borden gratis maken. Dus met één mailadres kan je 3 borden gratis maken. Heb je er meer nodig, is het inderdaad helaas een betaaltool geworden. Ondanks zijn grote succes. Ze hebben het gezien dat het succesvol was een aantal jaar geleden. En hebben het dan betalend gemaakt, wat zeer jammer is. Maar een echt alternatief is er helaas niet. Ja. Een tip dat we kunnen meegeven is, als je meer dan 3 borden nodig hebt, gebruik verschillende mailadressen. Dat is de enige tip dat we kunnen meegeven. Een alternatief daarvoor, als je geen leeromgeving hebt, is delen via Symbaloo. Symbaloo is eigenlijk ook een beetje als post-itjes, maar is de bedoeling dat je als leerkracht maakt. En dat je als leerkracht gaat zeggen van hier vind je een digitale oefening rond optellen tot 10. Het volgende blokje gaat een oefening zijn rond taal. Nog een ander blokje gaat een oefening zijn of een filmpje zijn of een tekst zijn of wat dan ook. Dus het zijn allemaal blokjes naast elkaar. Maar jij zet de inhoud erop. Leerlingen kunnen daar niet op reageren. Dus zij kunnen het gewoon aanklikken, maken. En op die manier kan je het wel tot bij hen brengen. En het alternatief in Nederland is Eurls. Ook voor Vlaanderen beschikbaar, maar het is ontwikkeld in Nederland. Waarbij dat je ook allerlei zaken verzamelt en op die manier aan leerlingen bezorgt. En dat je dus voor URL's, je plakt de linkjes erachter en zij klikken erop en gaan naar de juiste documentatie. Tina zegt ook in de chat van ik gebruik Padlet, blijkbaar. En het is onmisbaar. Hè? Nooit meer URL's onthouden. Ja, als je linken en je wilt delen met leerlingen, is inderdaad Padlet een goede, Symbaloo een goede, URL's een goede. Voor Symbaloo bedoel je dat. Ja, inderdaad. Dus dan heb je geen, moet je niet meer van denken van, dat is die website dat ik moet hebben. Het zit achter een linkje en je gaat naar Symbaloo. Je hebt eigenlijk je heel gereedschappenkist bij je, overal waar je aanmeldt op Symbaloo. Dus dat is zeker ook eentje om mee te nemen. Dan een vraag die ook binnengekomen was van, ik gebruik Google Classroom. Of ik wil dat gaan gebruiken. Ik kan daar een klas in aanmaken, maar het lukt mij niet om daar mee aan de slag te gaan. Want niet iedereen heeft een mailadres van de school. De ene collega geraakt er heel vlot in, de andere minder vlot. Dus vandaar, ze had een filmpje gevonden op Klassement, maar toch niet zo nauwkeurig hoe dat ze leerlingen erin krijgt. Het is ook afhankelijk van hoe het ingesteld is. Dus Google Classroom, je kan dat gebruiken met een gewoon Gmail-adres. Maar eigenlijk is het aan te raden om via scholen de G Suite for Education aan te vragen. Nogmaals, het is dus gratis. Dat is ook na coronatijden gratis. En dan kan de beheerder op school zeggen wie dat er mag aanmelden. Of dat het enkel kan zijn met een mailadres van de school. Of dat het ook mag zijn met een andere mailadressen. Onze tip is, gebruik toch mailadressen van de school daarvoor. Dat is meestal handiger. En dan kunnen leerlingen ook gaan naar classroom.google.com en kunnen ze er ook direct in geraken. Maar als dat niet lukt, het kan sowieso ook met andere mailadressen. Maar dan moet de toestemming gegeven worden door de beheerder bij jullie op school van de G Suite. Iemand anders vroeg van, ik ben op zoek naar werkblaadjes voor breuken. Ik geef les in het 4e leerjaar en ik zou graag ook met correctiesleutels werken. Er bestaat al heel veel. Ik ga nu niet op het linkje klikken, ik kom daar straks op terug. Er zijn zeker werkblaadjes te vinden die dat je gewoon kan inzetten. Ik kan er misschien al wel eens op klikken. Dus van het moment dat je...
Er zijn 20 leermiddelen die met vierde leerjaar te maken en mijn interactieve oefening. Dus dat zijn werkblaadjes met een correctiesleutel. Hè. Dus die kan je allemaal gebruiken. Je vindt ze op Klassement. Linkje komt naar jullie toe. Dus dat kan hergebruikt worden. Zijn gewoon leraren die het gemaakt hebben of organisaties en die het gedeeld hebben met jullie. Een andere manier is dat je zelf materiaal gaat maken. En dan je zegt van, of gaat kijken in bepaalde tools van, wat vind ik hier aan materiaal en wat kan ik eventueel hergebruiken? Nu, in het kader van die breuken of van rekenen, kan je bijvoorbeeld ook eens gaan kijken naar de tool Quizzes. En ik vermoed dat iedereen van jullie Kahoot wel kent. Kahoot is meestal een vrijgekende tool die zeer veel wordt ingezet in allerlei onderwijsniveaus. Quizzes is een tegenhanger, maar je gaat er veel meer Nederlandstalig materiaal vinden. Quizzes is ook gratis, dus is niet een betaaltool. En ik zal wel gaan kijken van, ja, wat vind ik er als gratis materiaal? Hè? Je gaat merken dat er al heel wat materiaal klaarstaat voor lager onderwijs en voor eerste graad secundair. Voor anderen soms ook, maar het is een beetje afhankelijk van je vak. En ze geven ook al een aantal voorstellen op basis van je profiel. Dus ze zien al direct van, ah ja, het is iemand vanuit het Nederlandstalig gebied, dus we geven ook Nederlandstalige voorbeelden. Als je dan gaat kijken, je ziet dat er hier voor wiskunde wat klaar staat, voor Engels, voor sociale vaardigheden, voor talen, voor wetenschappen, voor informatica, voor kunsten, gezondheid en zo verder. Ze zijn zelfs al zover. Hè. Corona zit er ook al een aantal dingen in. Ook voor technische vakken. Hè. Bijvoorbeeld hier iemand die zei van praktijkvak. Stel dat je iets geeft rond heftrucks. Mensen moeten de onderdelen van een heftruck kennen. Dat zit er allemaal in. Je moet alleen een beetje zoeken. Dat zit niet altijd. Hè. Dus hier bij technische educatie. En als je dan een oefening gevonden hebt. Bijvoorbeeld, ik ga hier bij wiskunde automatiseren rekenen plus min gedeeld in maal. Dan klik ik op die oefening. En dan kan ik die oefening gaan bekijken. Ik zie dat die oefening 2247 keer is gespeeld. Dat is veel. Dat die oefening 2 jaar geleden gemaakt is. Dus dat is gigantisch veel op 2 jaar tijd. Het is 2 keer bewaard als favoriet. En dan zie je dat ik kan opslaan of kan bewerken. Als ik kies voor bewerk, maak ik voor mezelf in mijn account een kopie van deze oefening. Dus ik ga het even doen. Jij maakt voor mij nu een duplicaat. Als ik nu zo dadelijk die oefening terug te zien krijg, is het mijn oefening waar ik op werk. Een kopie van de persoon die het gemaakt heeft. Ik zie al de vragen. Ik zie ook de mogelijke antwoorden, juist en fouten. Ik zie ook de tijd, hoe lang mensen daar mogen over nadenken, over die oefeningen. En op die manier kan ik vragen bewerken. Ik heb een bewerkkop, kan ze dupliceren, kan ze ook verwijderen. Ik kan ook vragen toevoegen, als ik helemaal naar onder ga. De plus kan ik vragen gaan toevoegen of hier bovenaan. Dat zijn zaken die ik allemaal kan gaan doen. Van het moment, ik zeg van, oké, ik ben die vragenlijst, wil ik gaan gebruiken. Dan moet ik heel even mijn scherm. Zie je aan de rechterkant boven quiz. En dan kan je zeggen, ja, ik wil die automatiseren. Ik wil die gaan delen met iemand anders, hè, met een andere collega. Ik wil dat kopiëren via de URL. Dus ik kan dat aan mijn collega doorsturen. Van, ik heb een goede quiz, je kunt die ook gaan gebruiken. Hè. Als ik ga naar mijn quizzen, achteraf dan. Als ik zeg, van ik wil die nu gaan publiceren, ik wil die mijn leerlingen gaan gebruiken. Bij mijn quizzen aan de linkerkant krijg ik een overzicht van welke er allemaal al aan mijn account zijn toegewezen. Als ik er dan op klik, op de titel, kom ik terug in mijn quiz. Ik kan nu live gaan spelen, net zoals een Kahoot in de klas. Maar ik kan het ook geven als een soort huiswerk. Dus als ik hier assign HW kies, kan ik zeggen tegen welke dag, welk uur mensen mogen of de oefening moeten maken. Als ik dan op voorhand hier aan de linkerkant klassen heb aangemaakt en leerlingen heb toegevoegd, kunnen dat ook opvolgen wie wat heeft gemaakt. Dus op die manier kan je ook aan de slag gaan met interactieve oefeningen die je zelf maakt of die er al bestaan, die je eventueel aanpast en zo verder. Dus je is zeker niet nodig hier. Kahoot moet je eigenlijk al... Ik zie heel veel mensen die zeggen, ik toon Kahoot op mijn Smart School Live en dan doen we het op die manier. Dit hoeft zelfs niet, dit kan nog eenvoudiger.
Dus quizzes. Een andere vraag die binnenkwam was van hoe kan ik niet analfabetiseerde cursisten aan lage scholen met een laag lees- en schrijfniveau via afstand ondersteunen? De website De Lat Hoog voor Talen is daar een optie van. Gaan we straks ook zeker even tonen. Wablieft heeft een gratis aanbod van luisterboeken en kranten voor deze periode. En de website oefen.be, waar we straks ook even op terugkomen, is zeker ook een optie om te gaan inzetten in Sintra voor basiseducatie. Wat ook een mooie tool is, is Flipgrid. Flipgrid is gratis, is een afgeschermde website ook weer, waar je leerlingen video's kan laten posten. Er staat hier nog maximum 5 minuten, dat was ook zo tot gisteren. Ik ben het vergeten aan te passen. De melding kwam dat het ook in coronatijden wordt opgedreven naar 10 minuten. Dus je kan bijvoorbeeld vragen aan je leerlingen, zet daar elke week een filmpje op, 5 minuten of 10 minuten nu, van wat heb je deze week allemaal gedaan, wat vond je leuk, beschrijf eens, heb je hobby's kunnen doen, of heb je buiten kunnen spelen, of wat dan ook. Of bijvoorbeeld ook als je zegt van ja, ik geef iets zoals knutselen of ik geef een vak zoals plastische opvoeding en ze moeten voor mij een bepaalde opdracht doen. Laat ze hun opdracht filmen. Ze hebben een computer, een webcam, maar dat kan evengoed met een smartphone of een tablet zijn waar ze zichzelf in beeld brengen of het werk in beeld brengen en er kunnen over vertellen. Het is een heel mooie tool. Het telt ook af, dus het is ook het maximum dat op die manier. Je geeft een soort van mooie video's, tegeltjes en mensen kunnen ook op elkaar reageren, maar het is dus afgesloten, beperkt voor jouw klasgroep en jij hebt het als leerkracht in de hand en maakt het aan en verspreidt ook de link met de vraag om het daar klaar te zetten. Een andere vraag was ook van welke manier kan ik de lees- en leerdoelen bij activiteit bijhouden en evalueren? Ja, eigenlijk op dit moment, de lessen zijn opgeschort, dus enkele herhalingsoefeningen zijn mogelijk. Maar we hebben een heel dossier rond digitaal toetsen. Hoe pak je dat aan? Welke tools zijn ervoor geschikt? Welke kan je best inzetten voor welke doelgroep en zo verder? We gaan er nu niet te diep op in, om het zou ons te ver afleiden. Een andere vraag die binnenkwam is van hoe begin je met afstandsleren bij leerlingen van een eerste en een tweede leerjaar? Wat is er haalbaar en wat niet? Een heel belangrijk punt, en we hebben dat ook gemerkt de voorbije 2 weken, is die taakbelasting. Hè. En er juist in de Q&A werd er al verwezen naar een onderzoek dat gebeurd is aan de UGent. Martijn Velke heeft dat ook gisteren en vorige week al aangekondigd in de webinars die pedagogische begeleidingsdienst van OVSG organiseren. Dat het toch wel heel belangrijk is om te doseren. Hè. Als je les geeft aan kinderen jonger dan 8 jaar, raden zij aan om ervoor te zorgen dat zij minder dan 1 uur per dag op dit moment voor school bezig zijn. Voor kinderen tussen 8 en 12 zeggen ze van tussen de 1 en de 2 uur per dag. Hè. De link naar het volledige onderzoek en alle informatie eromtrent staat er ook bij. Dus ik zou zeker aanraden om dat eens heel eventjes te gaan lezen. Het is een 3-tal pagina's die ze hebben gemaakt over ook hoe kansgelijkheid kan, maar ook aandachtspunten bij taalgebruik, bij live sessies, bij opdrachten en zo verder. Dus een zeer nuttig document dat er vanuit UGent is beschikbaar gesteld en wat ook nog zal aangevuld worden de komende weken. Iemand anders vroeg, wat is er mogelijk met 6- en 7-jarigen? Korte live sessies van maximum 10 minuten, waarbij je zeker afwisselt wie aan het woord is, dat je niet altijd zelf aan het woord bent. Waarbij je ook leerlingen betrekt en herhaalt. Digitale oefeningen kan, maar ook zeker offline oefeningen. En stel dan een correctiesleutel ter beschikking van de ouders. Mijn eigen omgeving laat zien van digitale oefeningen is leuk. En dat kan wel eens voor eventjes, maar een 7-jarige continu digitaal, niet elke 7-jarige doet dat even graag. Dus ze doen het ook nog eens graag op papier. En ik merk in mijn eigen omgeving dat op papier hen dikwijls minder fouten maakt dan op computer. Misschien ligt het ook aan het kind dat zegt van ja, ik ga niet graag op de computer, ik doe het liever op papier. Dat zou kunnen. Maar ik denk dat je beide best voorziet. Dat je zowel digitaal iets voorziet als het offline oefeningen. En er is zeker niks mis mee om iets offline te geven. Als je digitale oefeningen wil aanmaken, is er een tool H5P.
Die is eigenlijk een beetje een opvolger van Hot Potatoes. Waarbij dat je oefeningen zelf kan aanmaken. En dan denk ik aan oefeningen als sleepoefeningen, interactieve oefeningen, invuloefeningen. Voor Vlaanderen is die beschikbaar via Tolnet. En iedereen met een klassementaccount kan zelf aan de slag met HVFP. Enerzijds het linkje naar waar je kan aanmelden, anderzijds ook naar de handleiding. Een hele mooie functie die HVFP heeft, is de interactieve video. Waarbij dat je een video van het YouTube, Vimeo, je eigen video, en op die video interactieve oefeningen kan plaatsen. Zodanig dat de leerlingen een videootje van bijvoorbeeld 10 minuten in stukjes te zien krijgen met telkens een stukje video, een oefening. Oefening goed, verder kijken. Oefening fout, misschien terugkijken. En zo verder. Dus op die manier hebben ze ook veel meer voeling met de leerstof dan dat je een filmpje geeft en dat stopt het. Ja? Want meestal is het een filmpje kijken en dan pas oefeningen. Door ze ertussen te laten komen, is de voor hen ook de... hetgeen wat blijft hangen, veel meer. En ze gaan ook meerdere keren dat filmpje bekijken op die manier. Ja? Een kanttekening bij HVFP maken is al wat dat je maakt, staat beschikbaar en bruikbaar voor de anderen. Dus stel dat je op de server van Tonnet aan de slag gaat, iedereen die daar materiaal maakt, kan ook jouw materiaal gebruiken. Je geeft zelf wel rechten of het hergebruikt mag worden, en dat bedoel ik mee aanpasbaar. Maar zoals jij het maakt, kan iedereen het ook zelf of verder kan gaan gebruiken. Dat is de policy van HVFP. Heb je een leeromgeving Moodle in jouw school, dan kan je ook HVFP zelf installeren. Heb je WordPress-website, kan je het ook zelf installeren. En heb je een Joomla-website, kan je het ook zelf installeren. Maar nogmaals, wij stellen het ook ter beschikking om materiaal te maken. Wil je een stapje hoger gaan en wil je echt leerstof aanbieden in een geheel, dat je zegt van, ik geef hier een bundeltje begeleid zelfstandig leren, ik geef hier, ze moeten dit zelfstandig gaan leren, dan kan je Xerte gaan gebruiken. Xerte is een open source auteurstool die ontwikkeld wordt aan de Universiteit van Nederland, maar ook in Nederland en Vlaanderen enorm populair is, waarbij dat je eigenlijk een stukje leerstof geeft waar de leerlingen 20 minuten, drie kwartier, een uur mee bezig gaan zijn. En je geeft een combinatie van tekst met afbeeldingen, met video, met interactieve oefeningen ertussenin. En op die manier kan je ook via resultatenpagina opvolgen welke cursist heeft wat gedaan, of welke leerling heeft wat gedaan, wat zijn de resultaten en zo verder. Afhankelijk van leeromgeving gaat dat nog een stapje verder en kan je ook eventueel naar adaptief leren gaan, wat dat betekent op basis van het resultaat de leerlingen gaan sturen in bepaalde richtingen naar. Bijvoorbeeld, je hebt dit goed gedaan, dan mag je starten met moeilijke oefeningen. Je hebt hier minder gescoord, we gaan nu toch nog maar naar herhalingsoefeningen sturen. Dus op die manier, maar nogmaals, dat is afhankelijk van de leeromgeving waar hij het eventueel in hangt of dat dat mogelijk is. Het is beschikbaar ook eveneens via Tolnet, gratis. En iedereen kan er ook aan met een klassementaccount. Xerte zit iets anders in elkaar dan H5P. Al wat je maakt staat privé, betekent enkel voor jou zichtbaar. Maar we merken wel dat er heel veel één op één gedeeld wordt. Dus je maakt iets, je kent een collega die hetzelfde vak heeft en je deelt met die collega op voorwaarde uiteraard dat die ook een account heeft binnen Xerte, kan dat en kan je dus delen of kopies geven aan elkaar. Een andere mooie tool is Kinsey. Oei, en ik heb daar blijkbaar mijn tekst niet aangepast. Kinsey en Kinsey Kids. Kinsey Kids is eigenlijk voor leerlingen lager onderwijs. Een bundeling van allerlei soorten oefeningen die reeds gemaakt zijn. Dus ik ben even naar Kinsey Kids geweest gegaan. En je ziet hier bijvoorbeeld, ik ga nu het eerste aanpassen, fruitpiraat tafels. Pac-Man sommen. Er zijn heel wat materialen die door leerkrachten gemaakt worden en die ook openbaar gedeeld worden. Van het moment dat je klikt op fruitpiraat tafels, dan welke tafel wil je mee gaan oefenen? Bijvoorbeeld met de tafel van 2. Op volgorde, 1 x 2, 2 x 2 en zo verder. Ik wil niet op volgorde, ik wil het normaal. En ik klik op OK. Ik klik op start. En ik moet dus het juiste antwoord door middel van je vinger of je muis, afhankelijk tablet of pc, gaan aanduiden. Dus nu moet ik hier het juiste, en ik ben net te laat. Dus op die manier komen er oefeningen en moet ik klikken
op de juiste tafels. Ja. Er zit ook geluid bij de meeste oefeningen, dus op die manier is het ook wel een leuke manier om met leren aan de slag te gaan. Het is vooral gebaseerd op lager onderwijs, KindyKids. En ik denk ook sommige oefeningen eerste graad, maar de meeste zijn echt wel naar lager onderwijs toegespitst. En je kan ook zelf materiaal gaan maken op Kinsey. En dat is tijdelijk gratis, maar ook daar hou rekening mee. Na een bepaalde periode zal dat ook terugbetalend worden. Dus al die oefeningen die hier staan op KinseyKids zijn door mensen gemaakt met een betaalaccount. Een andere vraag die binnenkwam was van, ik zoek bewegingsspelletjes voor kleuters van 5 jaar. Een heel aantal linkjes dat we daar hebben opgesomd. En ook van onze collega Nicolaas kregen we een leuke tip binnen van, maak met je kleuter een fitometer, verzin die samen, hang die op in huis of in de tuin en laat je kleuter ook daar mee in participeren. Maar daar zitten heel wat andere oefeningen. Een andere collega, Lien, liet weten van ja, doe eens een mini-disco. Kinderen vinden dat ook superleuk om dat te organiseren en te doen. Dus vandaar heel wat ideetjes die daar achter elke link zitten. We hebben heel wat materialen verzameld voor jullie binnen Klassement. We hebben een volledig dossier beschikbaar gemaakt. En ik zal er ook heel eventjes naartoe gaan om het aan te duiden waar jullie dat vinden. Dus via de link kom je op wat te doen door de lessen niet doorgaan. We hebben enerzijds een aantal zaken rond digitaal leren gebundeld. Voor leeftijd, dus voor activiteiten voor kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs is gebundeld. Daar wordt nog elke, bijna seconde moet ik zeggen, materiaal aan toegevoegd door onze moderatoren. Dus dat zijn mappen die continu worden gevuld nog met bijkomende materialen, dus het stopt niet. Dus als je nu niets vindt en je komt morgen terug, kan het perfect zijn dat er 10 leermiddelen zijn toegevoegd. Als je hier gaat op klikken, bijvoorbeeld secundair onderwijs, ik wil online tools. Ja. Dan gaat er in dit geval 23 leermiddelen naar voren komen. Handleidingen rond Moovly, dat zijn animatievideo's. Rond de vergadering plannen in Zoom. Rond Educa Play is niet aan bod gekomen. Dat is ook een tool om oefeningen te gaan maken. Netbox is een tool waarbij dat je oefent op Nederlands en zo verder. Dus het staat allemaal ter beschikking. Dat is enerzijds iets. Nu stel, ik ben aangemeld, denk ik. Nee, ik moet me even aanmelden. Dan kan ik de leermiddelen ook. Ja, voilà, ik ben aangemeld. Ik ga heel eventjes doen dat ik niet beheerder ben. Ja. Dus ik ben nu aangemeld zoals jullie aanmelden. Als ik dan naar het dossier hier ga en terug opnieuw naar de online tools. Stel dat ik zeg van ja, ik wil misschien wel eens met Moovly aan de slag gaan, maar vandaag heb ik daar geen tijd voor. Dan kan ik hier achteraan, ofwel hier achteraan op het hartje, ofwel als ik in de bijlage, in de leermiddel zit, hier is nu gaat het om een artikel, kan ik op Maak favoriet klikken. Als ik op Maak favoriet klik, dan krijg ik in dit geval bij mij, omdat ik heel veel mappen al heb, krijg ik heel mijn mappenstructuur te zien, maar ik kan hier onderaan een nieuwe map maken. Dus ik nu webinar 26 maart maak. Dan kan ik kiezen, die map is alleen voor mezelf, of ik wil die met mijn collega's gaan delen, of ik wil die met iedereen delen. Als ik klik met personen met link, dan kan je de link van uw map straks naar uw collega's gaan doorsturen. En op die manier, als er gedeeld wordt, kan dat gezamenlijk gebeuren en heb je eigenlijk een eigen pagina met iedereen is zichtbaar voor iedereen die Klassement gebruikt. En dat is nu mijn favoriet. Stel dat ik binnen 2 weken zeg van, goh, ja, ik heb dat toen bewaard, dat leermiddel. Nu is het een handleiding Moovly, maar dat kan evengoed een werkplaatje zijn of wat dan ook. Dan ga je binnen als je aangemeld bent, binnen als je klikt op het pijltje achter je naam, naar je favorieten. En dan zie je dat je daar enerzijds je laatste favorieten dat je bewaard hebt ziet, maar anderzijds ook je mappen dat je zelf hebt gemaakt. Hè? Dus ik had nu gemaakt webinar 26 mei, maar als ik bekijk alle mappen toe, dan heb ik er denk ik wel een aantal meer. Voilà. Dus al mijn mappen die ik heb gemaakt, op die manier kan je snel, heel gestructureerd zelf dingen gaan
opslaan of als favoriet gaan meegeven. Ja? Dat is toch wel een zeer mooie functie die eraan toegevoegd is enkele denk jaren geleden al. Een andere die zeer nuttig is, is op de homepagina de vragen staat vrij. Als je een vraag hebt na deze webinar en je zegt van ik zit een beetje met mijn handen in het haar, ik heb hier een heel concrete vraag, maar ik vind er niks over, dan klik je hier op stel je vraag en krijg hulp. En Klassement is bezig met een community op te richten, dus je kan hier via bericht plaatsen je vraag stellen. Je ziet, er staan er al een aantal. Wil je meedoen aan de volgende webinars? Zet er dan heel eventjes in uw titel webinar. Dan pikken we daar ook de vragen uit voor de komende week. Je typt je berichtje in. Eventueel trefwoorden aan toevoegen. En van het moment dat dat klaar is, komt dat op het forum. En kunnen alle klassementleden jullie gaan helpen om een antwoord te bieden op jouw prangende vraag. Ja. De moderatoren houden dat uiteraard ook in de gaten en zullen ook reageren indien nodig. En je ziet, er staan op dit moment 3 vragen en 1 melding van stel je vraag hier, die collega Bram heeft geplaatst. Wat ook zeer handig is, is dat je op bijvoorbeeld voor talen er straks, heb ik even aangehaald, de laat hoog voor talen. We krijgen heel dikwijls de melding van, ja, als ik op klassement moet gaan zoeken, ik vind dat niet altijd, want ik moet de parameters allemaal gaan instellen. Wel, daar is ook een heel leuk antwoord op, namelijk hier bij deelsites vind je voor heel wat groepen een deelwebsite. Dus eigenlijk is dat een selectie van hetgeen wat op klassement staat, dat de moderatoren voor jou mooi rangschikken in thema's. Dus bijvoorbeeld voor de laat hoog voor talen, collega Tina is daar verantwoordelijk voor. Zij maakt daar heel wat thema's klaar. Bijvoorbeeld NT2, maar mensen die rond NT2 vragen aan, gaan daar heel wat materiaal vinden. Mensen van het basisonderwijs, secundair onderwijs, vinden bij Nederlands NT1 heel wat materiaal. Maar ook de basiseducatie gaat er materialen vinden. Rond geletterdheid, rond taalinitiatie en zo verder. Op het moment dat je bijvoorbeeld klikt van geletterdheid, kies er nu maar iets uit. Dan is het hier mooi, dit is nu voor de basiseducatie, gerangschikt in Alpha NT2, was er straks ook een vraag rond, NT2, NT1 en opstap Engels en Frans. Als ik dan klik op bijvoorbeeld Alpha NT2, dan wordt het voorgeselecteerd en heeft Tina ervoor gezorgd dat er 291 leermiddelen zijn voorgesorteerd. Ja? Ik kan dan aan de linkerkant nog verder gaan sorteren en zeggen ik wil alleen maar rond spreken iets krijgen. Voilà, dan krijg ik nog 56. Ik wil op de richtgraad gaan, richtgraad 2.3. En op die manier ga ik mijn stukje verder doorfilteren, maar de voorselectie is gebeurd. Al het materiaal wat hierop staat, staat uiteraard ook op de grote klassement website. Ik keer eventjes terug naar deelsites. Hetzelfde wat we nu voor talen hebben laten zien, bestaat ook voor andere vakken. Dan laat het even afweten. Bestaat ook voor ICT op klassement. Is meer naar het technische en het pedagogische gebruik van ICT. Dus zowel de technische ICT-coördinaren als de pedagogische ICT-coördinaren gaan daar hun gading in vinden. Iedereen telt mee, is een voorselectie voor mensen of voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. ICT op klassement wordt trouwens verzorgd door Davy, Jan en Lien. Lien kon er vandaag helaas niet bij zijn. Iedereen telt mee, staat Nicolas aan het roer om daar alles mooi te sorteren. Jamila en Ludo die zorgen voor kiezen voor stem. Als je daarop klikt, ga je merken dat het ook voorgesorteerd is rond wetenschappen, rond technologie, rond wiskunde en zo verder. Dus daar is ook al een sortering gebeurd. Peter staat in voor klassement voor de kleuterklas. Dus kleuterjuffen en meesters, dat is de weg te gaan om al het materiaal voor peuters en kleuters te vinden. Tonnet heeft ook een eigen deelsite, dus daar kan je ook al het materiaal wat wij zelf uit onze ervaring van afstandsleren hebben op terugvinden. Why Not, net hetzelfde. Dus Why Not is er straks ook aan bod gekomen, is de website voor toegankelijk internet, waarbij dat je een ruimte kan maken voor jouw klas, waar dat er teksten en met afbeeldingen kan gecommuniceerd worden. En dan is er straks ook heel eventjes aan bod gekomen oefen.be. Van het moment dat je op oefen.be klikt, kom je op een open website, waarbij je kan kiezen voor het onderwijsniveau dat je wenst te gaan
lesgeven. Ik ga nu bijvoorbeeld kleuter nemen. Dat is er allemaal al voor gesorteerd. Maar ik kan hier bijvoorbeeld zeggen van ik wil voor de vijfjarige kleuters, dan zijn er 72 materialen, ik wil iets rond Nederlands gaan doen, is ook al voorgesorteerd. En bijvoorbeeld, ik wil hier de verkeerde lettercombinatie. Ja. Ik kan hier onderaan, als ik daarop ga staan, op dat cijfertje, dan heb je een permalink. Als je die website www.oefen.be/2831 bezorgt aan uw leerlingen, of van de kleuters, of van uw ouders, via bijvoorbeeld Simbaloo of wat dan ook, dan klikken ze erop en komen ze rechtstreeks op de oefening. Ze moeten niet gaan naar oefen.be en zelf gaan zoeken. Je kan dus naar elke oefening die je hierop vindt, dus voor elk onderwijsniveau, rechtstreeks naar de oefeningen linken. Dus ik nu hier ben en ik klik op de verkeerde lettergrepen, voilà, dan moet ik hier nu mijn oefening gaan maken en ik had ze ook zo kunnen doorsturen, maar het makkelijker is dat je ze dus doorstuurt, zoals ik daar juist zei, als je hier zit en je gaat dus naar de permalink. Zij moeten niet inloggen, zij moeten geen account, je kan ook niet opvolgen wie het gemaakt heeft op die manier. Dus dat is ook wel, als je het wilt weten, dat kan je niet, het zijn gewoon open online oefeningen die klaarstaan. We hebben hier dus linkjes gezet. We hebben ook extra linken toegevoegd naar het deeltijdskunstonderwijs. Omdat ze het ook wel vragende partij waren voor materialen en waar vind ik zaken. En ik heb hier ook toegevoegd Future Teacher. Als je de komende tijd ruimte hebt om jezelf bij te scholen. Zowel D-Learning als Tonnet hebben vorig jaar een succesvol Europees project samen afgerond. Waarbij dat we, ik denk, 70 modules ongeveer hebben gemaakt voor personalisering van leraren. En dat gaat dan van aan de slag met video tot kwaliteit online leren, een hele reeks. Alles is daarvoor gebundeld op futureteacher.eu, waarbij dat je een eerste instap hebt om een intake te doen, 40 vragen in te vullen, een niveaubepaling. En op basis van je niveau naar verschillende modules wordt gestuurd. Of je kan ze ook terugvinden op Klassement en daar gewoon aan de slag gaan met individuele module. Daar wordt ook dieper ingegaan op sommige tools die hier nu maar aangeraakt zijn. We kunnen niet op de tijd dat we nu hebben van bijna een uur en een kwart alle tools in de diepte gaan behandelen. Dat was ook niet de bedoeling van vandaag. Maar dat wordt wel gedaan in de modules van Future Teacher. Dus ga daar zeker eens kijken. Als je zegt van, ik voel me nog niet zo goed bij het online en ik heb ruimte deze dagen om mezelf ook bij te scholen. De modules staan open. Dat heb ik laten zien live, dus de deelsites en ook het forum. Stel je vragen en krijg hulp. Na vandaag blijft dat dus de weg om ons te vinden en ons, onerbiedig gezegd, te stalken met vragen. Die dat we dus zeker de volgende sessies nog willen meegeven. Dan gaan we eens even kijken naar de Q&A. Dank, Katrien. Er kwamen een aantal vragen binnen, inderdaad. Hè, want moeten we nu na de paasvakantie 8 uur gaan lesgeven, volgens het lesrooster? Ik denk dat dat zeker niet de bedoeling is om dat nog eens te herhalen. En zeker hoe jonger je kinderen zijn, dan ga je denk ik meer naar 1 uurtje per dag of zo. En hoe ouder je kinderen zijn, kan je dat wel wat verhogen. Maar dat je denk ik dat wel moet gaan beperken. En dat je wel moet gaan kijken naar het maken van instructievideo's. En dat je misschien om 9 uur 's ochtends even afspreekt met je klas om te gaan zeggen wat ze die dag gaan moeten maken van zelfstandig werk. Om dan misschien om 4 uur nog eens af te spreken om te gaan bekijken wat ze gemaakt hebben. En natuurlijk kun je die momenten wel wat verhogen naar, met oudere kinderen. Maar ik denk niet dat de bedoeling is om binnenkort 32 uur de kinderen achter een scherm te zetten. Dat is zeker niet de bedoeling. Het gaat ook niet werken. Je kunt ze geen schooldag achter een scherm houden. Dat gaat helemaal niet lukken. Ik zie ook, moet de cursus een e-mailadres hebben om quizzes toegevoegd te worden aan klassen? Als je inderdaad met klassen wil werken, wel. Als je zegt van, ik geef het gewoon als oefening en het maakt mij niet uit dat ze het maken of niet maken, kan je het gewoon anoniem met een link doen. Dus dan moet je het niet via klassen doen. Ik zag ook voor de basiseducatie geef ik les aan lage scholen en anderstalige cursisten. Vaak hebben cursisten geen e-mail en digitale mogelijkheden of vaardigheden. WhatsApp ligt ook gevoelig. We raden jullie aan
naar bereik van cursisten om toegankelijkheid van herhalingsoefeningen. Ja, we hebben... we zien ook dat er wordt via post verstuurd en zo verder. Dus dat zijn ook zaken die zeker kunnen. Als WhatsApp gevoelig ligt, er zijn ook heel wat alternatieven. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de app Signal, wat dat ook kwestie privacy beter afgesloten is dan WhatsApp. Maar ja, ik denk dat je daar een voorstel kan doen naar de groep cursisten en hopen dat, dat je één tool kan vinden. Om aan de slag te gaan. Hopelijk heeft ook Euros of Simalo wat mogelijkheden geboden om toch wel in contact te komen met die groep cursisten. Ja, en als het niet lukt om bijvoorbeeld om 9 uur met al je leerlingen af te spreken op een bepaald moment, hè, dat kan dat er soms geen toestel ter beschikking is bij die leerlingen thuis, neem dan inderdaad maak gebruik dan van die opnamemogelijkheden van heel wat van die digitale tools. Hè. Mm-hmm. Microsoft Teams, Hangouts Meet, en Screencast-O-Matic of zo, als je instructievideo's maakt, gebruik daarvan en dan kunnen de leerlingen die er niet bij waren op dat moment ook opnieuw de instructies bekijken. Ja, iemand vroeg ook van Smart School Live om in groepjes in te delen. Ik heb het zelf nog niet gedaan, maar ik dacht dat dat niet mogelijk was om daar breakout rooms te maken. Afhankelijk van de tool is het soms mogelijk, soms niet mogelijk. Ja, en hoe dan in het secundair? Ik denk dat de vraag vooral was, omdat Davy zei van geen volledige dag achter de computer. Dus ik zou ook voorstellen om dat met collega's af te spreken, om met hen bijvoorbeeld inderdaad 's morgens te starten één iemand en misschien is namiddag nog een iemand anders, maar zeker niet elk uur met hen live te willen gaan, want dat gaat ook niet werken. Je kan echt niet verlengen dat die leerlingen de volledige dag van 8:30 tot 16:00 achter hun computer zitten. Dat gaat niet werken. Probeer dat je misschien 1 à 2 momenten live gaat per dag van een 10 minuten, 15 minuten, maar zeker niet constant live gaan. Anders is natuurlijk in het hoger onderwijs waar die dat wel meer doen, maar hier gaan we dat niet... Bij die doelgroep gaat dat niet lukken. Nee, en klopt. En gebruik ook misschien zoveel mogelijk ook de agenda, hè, ook de digitale agenda die misschien ter beschikking is. In de Google agenda bijvoorbeeld weet ik dat je daar echt momenten kan inplannen voor de leerlingen en daarin de eigenschappen kan aanduiden. We gaan dat doen via videoconferentie, via Hangouts Meet bijvoorbeeld. En dan krijgen alle leerlingen daar een melding van. Ongetwijfeld zal dit ook wel kunnen via Smart School en andere tools. Dan kun je zo misschien meer wat structuur brengen natuurlijk in die opnamemomenten en ook met collega's afspreken, zoals Katrien al zei. Ja, inderdaad, ook een terechte opmerking. Ik denk ook de ouders die thuis zitten, die thuis moeten werken, PC nodig hebben. Ja, dat zijn inderdaad de zaken. Ik denk ook dat daar soepelheid moet zijn vanuit de bedrijven. Dat het ook wel eens kan zijn dat een medewerker op dat moment... een uurtje niet beschikbaar is of een half uurtje, omwille van dat kinderen toch wel onderwijs noden hebben. Wij horen ook wel dat gebeurt. Dus dat het ook wel, als je kinderen thuis hebt die normaal op school zitten, dat telewerken niet zo eenvoudig is. Collega Davy heeft en ook Nicolas hebben daar ook al schema's voor op klassement gedeeld, waarbij dat je zegt van, als ik in een vergadering ben, ik ga op de deur hangen bijvoorbeeld, ik ben in vergaderingen, ze weten, ja, ik kan niet binnenkomen of binnenstormen. Maar natuurlijk hangt dat ook heel sterk af van leeftijd. Hè. Als je kijkt naar kleuters, is dat veel moeilijker om hen korte opdrachten te geven en dan je zegt van, ik ben tijdelijk niet bereikbaar. Maar ik denk dat daar een beetje een... Klopt, en ook voor alleenstaande ouders heb ik ook al gehoord, die hebben het natuurlijk enorm moeilijk om dit te organiseren. Hè. Daar moet, denk ik, iedereen hopelijk wel een beetje begrip voor hebben. Maar structuur brengen thuis, heb ik wel gemerkt, werkt wel beter dan het gewoon een beetje losjes af te spreken met mijn kinderen. Om 10:00 gaan we voor school werken, om 11:00 gaan we weer spelen, om 12:00 gaan we eten en zo verder. En bij elk momentje is inderdaad mama of papa ter beschikking en... Als mama ter beschikking is, ja, dan is papa aan het telewerken. En zo spreken we het thuis af. Ik denk dat er staan heel wat voorbeelden inderdaad op klassement om zo'n dagschema te maken.
Ook op de vraag van zijn er online digitale agendas ter beschikking? Er zijn heel wat tools, maar ik denk het makkelijkste is dat je het doet als je Google Suite for Education hebt via een Google agenda. Of gewoon een Gmail-adres kan je ook met die agenda, die kan je delen met mensen. Of binnen de Office 365 heb je een Outlook-agenda die je ook kan delen. Dus er zijn heel wat mogelijkheden om een digitale agenda ter beschikking te stellen. Iemand anders vraagt, wordt deze presentatie met commentaar voor ons beschikbaar gesteld? Ja, die komt eraan. Dus je gaat de mensen die aan de sessies deelnemen krijgen in de loop van de dag de presentatie al doorgestuurd. Ze komt ook sowieso op klassement. De opname komt op klassement en de Q&A komt ook op klassement. De Q&A sturen we niet onmiddellijk door omwille van sommige vragen moeten toch nog een dieper antwoord krijgen en die worden door alle moderatoren nog eens bekeken en misschien nog aangevuld. En dat komt dan dus ook wel aan, maar ik geef ons daar iets meer tijd voor dan vandaag. Voilà, als er nog vragen zijn, stuur ze zeker nog door in de Q&A. Wij blijven hier nog even aanwezig om daarop te antwoorden. Tina vraagt ook van, worden alle Q&A's over alle webinars gebundeld? Ze gaan apart per beschikking, maar iedereen die op klassement gaan ze gewoon komen staan. Dus als je vorige dinsdag niet hebt gevolgd, ga je ze wel kunnen terugvinden daar. Dus we proberen per sessie de vragen een beetje aan bod te laten komen die we binnenkrijgen tussen de twee sessies door. Vandaar dat ze ook apart opgesplitst worden. En misschien nog maar eens herhalen dat we volgende week nog twee sessies doen. Dus op maandag 30 maart om 3:00 en op woensdag 1 april eveneens om 10:00. En afhankelijk van welke vragen binnenkomen, zal dat een andere of dezelfde insteek zijn. Maar ik doe zelf heel veel webinars op dit moment en ik heb nog geen enkele webinar hetzelfde gedaan. Ik had er misschien ook even meegeven dat er inderdaad ook recent ook wat nieuws is gekomen vanuit de minister, dat er 10.000 laptops worden klaargemaakt voor kansarme kinderen voor het secundair onderwijs voorlopig. Dat gaat waarschijnlijk ook gaan via de koepelorganisaties, maar er komt later nog meer informatie over. Maar wat je als school nu al wel kan doen, is uiteraard even die kansarme kinderen zonder toestel in kaart brengen, een inventaris maken van wie heeft er nu geen toestel, wie kan er echt niet online bijvoorbeeld, of wie heeft er geen internet, want daar zijn ook opties voor gekomen vanuit Telenet en Proximus, en die kunnen dan via de school verzameld worden en dan kunnen die vragen zo beantwoord worden. Leerlingen kunnen van Telenet of Proximus een voucher krijgen om op een publieke hotspot online te kunnen, bijvoorbeeld uit de buurt. En ook binnenkort kunnen dus eventueel kansarme kinderen een laptop ter beschikking krijgen. Maar we moeten uiteraard weten een beetje wie die kinderen zijn. En dan kunnen, zodra dan die organisatie begint te lopen en die verdeling van die laptops, dan zijn wij er al voor voorbereid en sparen we ook wat tijd uit om die kinderen zo snel mogelijk een laptop te kunnen geven. Ja, er wordt ook gezegd van laptops zijn secundair oké, maar wat met de internetverbinding? Daar kunnen we ook al geven dat via de scholen en via de OCMW's zijn er voor Telenet codes beschikbaar voor gratis wifi. En Proximus is dat ook gevolgd. Dus zowel voor Proximus als voor Telenet zijn er wifi-verbindingen beschikbaar voor kinderen die thuis geen internet hebben. Dus dat bestaat. Ja, en die informatie vind je ook op klassement. Als je desnoods even snel Telenet intypt of Proximus, dan vind je de informatie wat je als school moet doen hiervoor. En het werkt eigenlijk gewoon zo dat als je je wifi openklikt in de buurt, vind je heel wat hotspots van Telenet, WeFree en dergelijke. En dan zou je daar als leerling even bij de buren kunnen inloggen of in een publieke plek in de buurt. Ja. Zo werkt het eigenlijk. Iemand vroeg ook nog naar een audio-tool, een gratis. Audacity is een hele oude tool. Je moet die wel installeren, het is geen online tool, maar het is een super fijne en uitgebreide tool om audiofragmenten zelf op te nemen, dialoogjes te nemen. Je kan de ruis onderdrukken, je kan daar inknippen en plakken en zo verder. Dus dat is eigenlijk als je een uitgebreide tool wilt, is Audacity een hele mooie. Een andere mooie tool is, ik ga de link ook zo dadelijk even, staat ook op klassement.
We hebben binnen het Future Teacher project, dat ik daar juist straks heb aangehaald, ook een tool ontwikkeld, met dank aan onze Engelse collega's, om audio en video, dus webcam bedoel ik dan, heel snel op te nemen. Het is een linkje dat ook op Klassement staat, maar ik zal het toevoegen aan de Q&A zo dadelijk, waarbij dat je gratis een videootje of een audiofragment kan maken van enkele minuutjes. Maar dat is niet de knip en plak functie en zo verder. Het is enkel audio opnemen en gedaan. Downloaden als mp3 voor audio of mp4 als video. Maar het is wel een hele mooie tool die daar ontwikkeld is. Je kan sowieso via Smart School Live je scherm delen. En als dat een instructievideotje is, dan is dat ook gedeeld met uw leerlingen. Dus dat is ook een mogelijkheid die bestaat. Ik weet niet of nog even zeggen is. Dat er... Sorry, Katrien. Er zijn ook heel wat organisaties die nu ook natuurlijk hetzelfde aanbieden zoals wij nu doen, maar op andere manier. Wij gaan nu niet echt diepgaand in op een bepaalde tool van hoe werk ik nu bijvoorbeeld met Hangouts Meet of zo. Maar daar zijn organisaties dat daar nu organiseren, zowel voor Microsoft, Google en andere tools die ter beschikking zijn. Je kan dat altijd ook terugvinden op Klassement als je daar even naar zoekt. Of stel ons gewoon even de vraag en dan geven wij ook wel even de links door als dat echt nodig is, als je het niet kan vinden. Ja, want iemand vraagt ook, Nancy vraagt ook, van is er een handleiding voor Quizlet? Ja, Nancy, die staat zeker op Klassement. Ik denk zelfs dat ik van het weekend nog een stappenplan heb toegevoegd van Quizlet. Ofwel stond het er al op, ik weet het niet meer. Maar er zit zeker materiaal om met Quizlet aan de slag te gaan. Misschien even Quizlet ook toelichten. Is een tool waarbij dat je een woordenlijst maakt, of woorden en afbeeldingen. En zij maken automatisch daar invuloefeningen van, sleepoefeningen van, typeoefeningen van. Dus een hele mooie tool ook voor taalonderwijs. En als je natuurlijk, als je natuurlijk dingen maakt, deel ze natuurlijk op Klassement. Hè. Dat is, daar gaan we ons allemaal kunnen verder helpen. Hè. Daarvoor is Klassement ook gemaakt. Dat mogen we niet vergeten zeggen, hè, Katrien? Nee, zeker niet. En we zien ook wel een toename in het aantal toegevoegde materialen. Dus wat we alleen ook maar kunnen toejuichen, net zoals bij deze webinars, dat mensen massaal intekenen om aanwezig te zijn, kunnen we ook alleen maar toejuichen dat er heel veel materiaal gedeeld wordt en dat je van elkaar kan gebruiken en niet opnieuw het warm water moet gaan uitvinden. We kunnen uiteraard ook in dit uurtje niet alle tools die bestaan aan bod laten komen. Maar zit je nog met vragen, zoals Davy ook zei, weet ons te vinden. Wij zijn beschikbaar om jullie op weg te zetten en daarin te begeleiden. Zeker. De eerste week van de sluiting van de scholen zijn ook meer dan 500 leermiddelen gedeeld op Klassement. Dat is ook enorm veel. Maar onze moderatoren zijn nu hard aan het werk om die allemaal te verwerken en voor iedereen ter beschikking te stellen. En dagelijks komen er ook nieuwe leermiddelen binnen. En zo helpen we elkaar altijd verder natuurlijk. We maken ook altijd soms is de berekening van, kijk, vandaag waren er 300 leerkrachten hier aanwezig. Als die allemaal maar 20 leerlingen hebben, of waarschijnlijk vaak meer, dan hoeven we geen wiskundig genie te zijn om te weten hoeveel leerlingen we vandaag weer gaan verder helpen. En hoeveel leerkrachten die dan weer hun collega's gaan verder helpen. Dus maak zeker ook reclame voor onze volgende webinars, volgende week op maandag om 3:00 en woensdag om 10:00. Om eventueel andere collega's met vragen echt verder te helpen. En heb je ondertussen vragen, stel ze vooral via ons forum. Bram zet het nog eens even in de Q&A. Het staat ook nog open in de presentatie, dus dat is de manier om snel een antwoord te krijgen, want er zitten heel wat mensen op Klassement. Dus als één iemand daar een vraag stelt, kan het goed zijn dat je binnen de 2-3 minuten daar een antwoord op krijgt van collega's van heel Vlaanderen en Nederland.